Oké, het is week 50. Weer een nieuwe vlog van Merlies, Marlies en Grandies. Ik sta even nu niet tussen het gewas van de Merlies, Marlies, Grandies, maar tussen het gewas van de Quinita, een nieuwe ras van ons. En dat is een cherry tomaat. En ja, waarom sta ik hier? Om even te laten zien dat 1 november geplant en we hebben nu al de eerste kleur. Dus razendsnel ras. Verder hebben we weer een week achter de rug met donker en grauw en nat weer. Dus het wil maar niet vlotten met het licht. Dus we zijn helemaal afhankelijk van het kunstlicht. En ja, laten we eens gaan kijken hoe het gewas erbij staat. Nou, als eerste de Merlies. En ja, als we deze week vergelijken met vorige week, dan zien we eigenlijk een gewas wat met minder paars in de kop. Met een tros wat wel netjes afbuigt, maar toch iets zwakker oogt als vorige week. En ja, dat heeft er vooral mee te maken is dat we iets te traag zijn geweest met het opschakelen van het licht. En toch een iets te hoog etmaal hebben gedraaid. Dus, en dat, ja, dat toont het gewas direct. Voordeel is wel dat een tomaat is een gewas zonder geheugen. Dus doen we deze week weer goed. Dan zie je volgende week weer een ander gewas. Wat we vorige week beloofd hebben is dat we eens gingen kijken hoeveel vruchtjes die nou in één week erbij gemaakt heb. Nou, vorige week telden we hier bij Merlies 11 vruchtjes aan de plant, aan de stengel. Als we nu kijken, dan tellen we er 15 plus 3 is 18. Dus dat betekent dat er 7 vruchtjes bij zijn gekomen. Nou, dat is best een fix aantal voor deze tijd van het jaar. Als tweede in het rijtje de Marinies. En ja, als we dan kijken naar het gewas, dan zeggen we van dat die Marinies het hogere tempo iets beter aan kan als de Merlies. Dus hier zie je nog steeds iets meer paarsverkleuring in de kop. En wat je hier ook ziet is een goede generatieve tros nog steeds. Ook hier gaan we even een vruchtje stellen. En als we dan kijken naar het aantal wat erbij is gekomen, zitten we hier ook op ongeveer 7 à 8 vruchtjes wat erbij is gekomen. Als we dan verder kijken naar onze belichtingsstrategie, zitten we nu van 8 tot 4, dus dat is eigenlijk vergelijkbaar met vorige week. Wat we alleen de afgelopen week erbij extra gedaan hebben, is dat de uren sonté hebben we uitgebreid overdag, zeg maar. Dus eerst hadden we van 12 tot 3 en nu zitten we echt van 10 tot bijna 4 uur ook met sonté erbij. De volgende stap in de belichtingsstrategie is de uren naar de ochtend toe uitbreiden. Als derde en laatste in het rijtje de Grandies. En ja, wat we hier zien is een nog steeds sterk groeiend gewas. Wat het tempo goed kan handelen. Als we kijken naar het aantal vruchtjes wat we hier hebben, zijn er ongeveer 6 bijgekomen. Dus die ontwikkeling gaat ook gestaag. Iets rustiger als de andere twee, maar ook nog wel gestaag door. Als laatste waar we nog even aandacht aan willen besteden is de biologie of de gewasbescherming. En, ja, we zijn natuurlijk hier een beetje chemisch gestart, zeg maar. Vooral omdat we een probleem hadden met Tuta. Inmiddels zien we nog wel een enkel gangetje, maar eigenlijk geen levende rupsjes meer. En ook in onze valletjes vangen we eigenlijk geen motjes meer. Dus dat is positief. We houden het nog wel even tot januari vol. En daarna gaan we proberen weer biologisch verder te gaan en het seizoen biologisch te starten, zeg maar. Dus dat is positief. Tot zover de vlog van deze week. Wij gaan begin komende week iets heel anders doen in het Experience Center. We gaan komkommers planten. Dat hoort er ook bij hier zo. En ik zou zeggen tot volgende week.